CBN Prime Alert van woensdag 7 mei 2014. Uw aandacht voor de headlines. Kensenhuis. Decentralisatiewetten belangrijk. Abdul. Staatsschuld is gedaald. Tweede bloeddonatie marathon. Kappartij aan de Florastraat. Installatie Technisch Adviescommissie voor Cariu. Rani Entertainment Moederdagconcert. Ode aan moeder de vrouw. En baby Gio maakt kennis met minister Leiles. Bij de voortzetting van de begrotingsbehandelingen heeft DNA-lid Patrick Kensenhuis ook zijn beurt al gehad. Hij heeft het gehad over een aantal onderwerpen, maar belangrijk was dat gedeelte van vooral decentralisatie, waarover hij het heeft gehad en waarover we toch vandaag met hem over willen praten. Heer Kensenhuis, u bent van het district Para. Hoe zit het met het decentralisatieproces in uw eigen district? Nou, laat me zeggen dat het decentralisatieprogramma een heel goede impact heeft op de ontwikkeling van het district. Mm-hmm. En zeker wat het district Para betreft, ik zal me beperken tot dit district, omdat ik dus in dit district actief ben. En ik dus ook heb gezien, vanaf de invoering van het decentralisatieprogramma, de uitvoering hiervan in het district. En we zijn vandaag een paar jaren verder. En dan mag ik zeggen van, dit programma heeft een hele goede impact gehad. Mm-hmm. Je ziet gelijk de verbeteringen. En één aspect wat heel belangrijk is in dit programma is dat de beïnvloeding van het overheidsbeleid door de burgers, door de bewoners. Vanwege de mogelijkheid die er is dat de burgers actief kunnen participeren, een bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van de resort en de districtsplannen. Een ander element van dit programma is ook dat het overheidsbestuur dat in feite vanuit een centrale punt actief was in ons land. Wat we zien is dat het lokaal overheidsbestuur met de invoering van het decentralisatieprogramma dichterbij is gekomen bij de bewoners. Dus het lokaal overheidsbestuur en de bewoners zijn heel dichtbij van elkaar, waardoor de beïnvloeding van wat betreft het beleid een positief resultaat heeft. We kunnen zelfs verder gaan. We hebben dus die hoorzittingen. De bewoners in alle resorten, in alle woonwijken, die leveren hun bijdrage. We hebben gekozen structuren op lokaal niveau, resortraden, districtsraden. En je ziet de interactie die er is tussen de bewoners, de resortraadsleden, de districtsraadsleden en dus ook het districtsbestuur. Dus het programma op zich is heel goed en ik denk dat het hoeft niet veel gezegd te zijn. We hoeven niet heel veel hierover te praten, dan dat dit programma voortgang dient te vinden. Ja. Maar waarom is volgens u toch wel Para voor op de overige districten? Waaraan ligt dat? Nou, ik weet niet of Para echt voor is. Natuurlijk. Para heeft wel altijd, ik weet vanaf de invoering van het decentralisatieprogramma. En we zijn heel actief geweest in het district. Ik ben vandaag in het parlement. Maar ik heb ook heel actief geparticipeerd in dit programma. Okay. Toen als burger vanuit mijn plantage hebben we dus een directe rol gehad bij de totstandkoming van resortplannen en districtsplannen. En vanaf toen, en de wijze van hoe we werden betrokken als bewoners, als organisaties, hebben we een doel voor ogen gehad. We hebben een streven gehad van luister naar Para, moet toch wel die ambitie hebben om te groeien, om alles uit dat programma te halen wat we eruit konden halen. En zo kan je zien bij de totstandkoming van de ontwikkelingsprogramma's, strategische ontwikkelings, district strategisch ontwikkelingsprogramma. Dus ik denk dat wij dus een voordeel hebben dat wij dus heel veel kunnen plukken uit de vermakelijkheidsbelasting. We hebben dus ook andere inkomstenbronnen, dus dat er
een heffingen worden gepleegd. Natuurlijk moeten we gaan kijken, want laat me het goed zeggen, er kan vanwege het decentralisatieprogramma is het dus ook mogelijk dat de, en dat is ook een rol van de districtsraad, er kunnen dus districtsverordeningen gemaakt worden. Laten we het noemen lokale wetgeving. Toch? En die districtsverordeningen kunnen dus ook als doel hebben om te kijken van op welke legale wijze zou je dus de inkomstenkant van de plantage van het district kunnen vergroten. Die mogelijkheden zijn aanwezig. Wat we wel weten, we hebben dus bij de invoering van het programma, die centralisatieprogramma en para. En natuurlijk bij de totstandkoming van het districtsplan, hebben wij dus gekeken naar wat zijn de resources, wat zijn de natuurlijke hulpbronnen van het district, wat zijn de inkomstenmogelijkheden van het district, hoe kan het district in feite haar inkomsten kan vergroten. En die zaken moeten dus verder uitgewerkt worden. Dus misschien is het zo dat wij dus in het district dus vrij actief zijn geweest. Ik mag als voorbeeld geven, een van de vruchten van het decentralisatieprogramma is dat Para vandaag aan de dag al 4 jaren een stedenbandrelatie heeft met de stad Leuven in België. En daar, die relatie heeft dus tot gevolg dat er veel wordt gedaan aan kennisuitwisseling tussen dus het lokaal overheidsbestuur en het overheidsbestuur van Leuven. Ja? Dus er is 4 jaren al is die relatie goed op gang gekomen. Er vindt de technische uitwisseling plaats op het gebied van kennis. En verder zien we dus dat een belangrijk aspect wat dus ook hieruit voortvloeit, is dat we vandaag aan de dag een verbeterde vorm van vuilophaal hebben. Toch? In Para. Toch? We wachten dus niet meer op openbare werken om vanuit Paramaribo ons vuil te komen ophalen. Maar we doen het zelf in het district Para. En dat is dus een voordeel. En zo kan je dus nog een aantal andere aspecten noemen. Technische trainingen die zijn verzorgd. Waardoor vandaag aan de dag in het district we zelf bestratingsprogramma's kunnen uitvoeren. Het betegelen van wegen. En zo kunnen we dus verder gaan. Er zijn een aantal zaken die het district verder op eigen initiatief kan uitvoeren, zonder dat we moeten gaan wachten of onze handen moeten gaan uitstrekken voor bij de centrale overheid in Paramaribo. Dus kortom, het decentralisatieprogramma, denk ik, is in feite een mogelijkheid voor alle 10 districten in Suriname om op een andere wijze inhoud te geven aan de ontwikkeling van de districten. Ja. We kijken uit dus naar, het is ook in feite inhoud geven aan wat in de grondwet staat. En daarom heb ik tijdens mijn spreekbeurt tijdens de begrotingsbehandeling, heb ik dus duidelijk mijn zorgen kenbaar gemaakt over de voortgang van het decentralisatieprogramma. En waarom heb ik mijn zorgen kenbaar gemaakt? Omdat tot op dit moment we ons ernstig zorgen kunnen maken, omdat 1 voorwaarde om het decentralisatieprogramma voortgang te doen plaatsvinden, is dat er wetgeving gemaakt moet worden. En wat je op dit moment hebt, is dat we die conceptwetgeving, decentralisatiewetgeving, in ons parlement niet hebben. Okay. En dat betekent dat we dus niet voldoen aan 1 van de voorwaarden om verder financiering te krijgen uit externe middelen, IDB-middelen, om het programma te laten voortduren. En de vraag is, als we die externe middelen, en het gaat om ongeveer $50 miljoen, als we die externe middelen niet, als we niet aan die middelen kunnen trekken, of niet aan die middelen kunnen komen, in hoeverre gaat de regering deze middelen beschikbaar kunnen stellen, zodat dit programma kan worden voortgezet. En dat is mijn concerning. Maar tegelijkertijd heb ik een beroep gedaan aan het einde van mijn betoog wat dit onderwerp betreft, heb ik een beroep gedaan op de regering om ons, als het kan, voor het einde van de begrotingsbehandeling, die concept decentralisatiewetgeving te doen toekomen. Okay. Waardoor wij dus een stukje zekerheid hebben dat dit programma alsnog voortgang
kan vinden. Helemaal duidelijk. Dank u wel, heer Kensenhuis. Hi, thank you. Terwijl de oppositie steeds aangeeft dat de staatsschuld enorm is toegenomen, heeft DNA-lid Amzat Abdul gisteren in de Nationale Assemblée met cijfers aangegeven dat de binnenlandse staatsschuld als ook de buitenlandse staatsschuld juist is afgenomen. Procentueel voor de binnenlandse schuld zou dat zijn 17,2% naar 9,2%. En de heer Abdul ontleent zijn cijfers aan het Bureau voor de Staatsschuld per 28 februari 2014. Amzat Abdul is MC-DNA-lid, tevens voorzitter van de Assemblée van de Commissie van Financiën. We voeren u naar het moment waarop de heer Amzat Abdul, DNA-lid, zijn spreekbeurt houdt tijdens de begrotingsbehandelingen in de Nationale Assemblée. Mevrouw de voorzitter, hier heeft een overzicht van het staatsschuld. Een ander belangrijk aspect bij de overheidsfinanciën, mevrouw de voorzitter, is dat van de staatsschuld. Het aangaan van staatsschulden is vastgelegd in de wet op staatsschuld. Er is een wet op staatsschuld. Hierin is natuurlijk het obligoplafond aangegeven van zowel de binnenlandse als de buitenlandse schuld, mevrouw de voorzitter. Binnenlands mogen wij niet meer dan 25% van het BBP lenen en buitenlands niet meer dan 35% van het BBP. Uit het laatste stand van de staatsschuld die wij van het ministerie hebben gehad, mevrouw de voorzitter, en daar ziet u het, mevrouw de voorzitter, wordt aangegeven dat het binnenlands schuld per 28 februari 9,22% bedraagt, mevrouw de voorzitter. Een enorme daling in vergelijking met januari 2014, waarbij de binnenlandse staatsschuld nog 17,24% van het BBP bedroeg. Het buitenlandse staatsschuld bedroeg in januari 2014 19,79% en in februari 2014 19,81%. Een van de redenen van de afname van de binnenlandse staatsschuld is het rationaliseren van de overheidsrekening bij de Centrale Bank van Suriname. Hierdoor nam de druk op het betalen van debetrente af. Kan de minister voor ons dit verder toelichten, mevrouw de voorzitter? Kan de minister aangeven wat het beleid van deze regering is ten aanzien van het aangaan van schulden? Volgens de wet op staatsschuld mag de totale staatsschuld 60% van het BBP bedragen. Zoals eerder aangehaald, zal er geleend worden voor de participatie binnen de goudindustrie. En het lid, ik stel ook de vraag, voorzitter, het lid Jogi heeft ook dezelfde vraag gesteld. Zal onze economie, maar anders, zal onze economie deze schuld kunnen dragen? Ik ben er zeker dat wij nog altijd binnen het obligoplafond van de buitenlandse schuld zullen zijn. Maar zullen wij het kunnen aflossen, mevrouw de voorzitter? Hoe kijkt de overheid hiernaar? We hebben nog steeds een ruimte, mevrouw de voorzitter, van 30,97%, mevrouw de voorzitter. Een leenruimte van 30,97%. Het monetair beleid en wisselkoers, mevrouw de voorzitter. Voorzitter, ook ten aanzien van het monetair beleid zijn er enorm veel misstanden. Ik wil beginnen met de bewering dat er enorm veel geld gepompt wordt in de economie. Ik kan u meegeven, mevrouw de voorzitter, dat afhankelijk van de economische situatie het juist goed kan zijn. Soms, mevrouw de voorzitter. Maar laten wij de Surinaamse situatie bekijken, mevrouw de voorzitter. Ja. De tweede, derde regel, mevrouw de voorzitter. Binnenlandse liquiditeitenmassa. U kunt de ontwikkeling vanaf 2008, 9, 10, 11, 12 zelf zien, mevrouw de voorzitter. Van 2008 gaan overgegaan naar 2009. Om en bij is de binnenlandse liquiditeitenmassa met om en bij 600 miljoen, something, toegenomen. 2009, 2010, zoiets. 10, 11, een beetje meer. 11, 12, een beetje meer. Ik zei al eerder, mevrouw de voorzitter, dat de uitdaging is, mevrouw de voorzitter, het handhaven van een stabiele wisselkoers, mevrouw de voorzitter, en de inflatie, mevrouw de voorzitter. En ik verwijs u naar de laatste twee regels, mevrouw de voorzitter, of de laatste vanaf wisselkoers en inflatie naar beneden, mevrouw de voorzitter, om te kijken naar de ontwikkeling van de wisselkoers, mevrouw de voorzitter, en de inflatie, mevrouw de voorzitter. In 2008 14,7%, 2009 -0,1%, 2010 6,9%, 2011 17,2%.
7% door de unificatie van de wisselkoers, mevrouw de voorzitter. En in 2012 5% en in 2013, dat weten we ook nu al, mevrouw de voorzitter, 1,9%, mevrouw de voorzitter. Indien het ministerie over de cijfers van 2013 beschikt, dan vragen wij het ministerie om die voor ons ook toe te lichten, voorzitter, en ons aan ons te presenteren, mevrouw de voorzitter. Een van de belangrijkste nadelen van overmatige geldschepping zou kunnen weerspiegelen, is mevrouw de voorzitter, dat het zou zich kunnen weerspiegelen in de prijsstijgingen. Echter bewijzen de inflatiecijfers het tegendeel. Kan de minister, mevrouw de voorzitter, zoals eerder gevraagd, dit deel van het monetair beleid voor ons toelichten? Wij weten ook dat de centrale bank bij de uitvoering van haar taak gebruik maakt van een aantal instrumenten. Afhankelijk van de monetaire situatie wordt instrumenten ingezet. Een veel besproken instrument is de valuta-interventie, mevrouw de voorzitter. Dit instrument wordt ook gebruikt om te zorgen voor wisselkoersstabilisatie. Gaarne zouden wij van de minister willen vernemen hoe groot de valuta-interventie nu is. Hoe vaak wordt ingegrepen op de valutamarkt? Welke andere instrumenten worden nog gebruikt als monetaire instrumenten voor monetaire stabiliteit? En wat zijn de effecten daarvan, mevrouw de voorzitter? Wij willen verder nog details over onze monetaire reserve, mevrouw de voorzitter. Hebben wij nog een importdekking van boven de internationale norm van 3 maanden, mevrouw de voorzitter? Als antwoord op de constante vraag naar bloed heeft de Stichting Nationale Bloedbank van het Surinaamse Rode Kruis voor de tweede maal een bloedmarathon georganiseerd. We waren er bij de eerste geweest, hebben toen een vraaggesprek gehad en doen dat vandaag wederom. Dan wel met Janice Robinson, zij is coördinator donorbeleid en communicatie. Mevrouw Robinson, goedendag. Goedendag. Ja, hoe gaat het? Het gaat, we mogen niet klagen. Ja. Een tweede bloeddonatiemarathon. Waarom? De vraag naar bloed blijft constant. Mm-hmm. En we gaan kijken hoe het mensen hierop reageren. De mensen hebben heel goed gereageerd op die eerste bloeddonatiemarathon. En wij denken laten we verder ermee gaan. Zodat we de mensen de gelegenheid geven om tijdens verlengde openingstijden toch hier zo te komen. Ja, hoeveel mensen hadden bij de eerste zich aangemeld hier? Nou, vermeldenswaardig was wel dat we 75 nieuwe donoren hebben gehad in die week. En dat was dus eigenlijk heel bijzonder. En we zoeken nog steeds naar mensen die het leven van een ander willen redden door bloeddonor te worden. Dus we hopen ook dat we tenminste die 75 deze week halen, maar eigenlijk meer. Ja. Op hoeveel hopen jullie? Op hoeveel zitten jullie nu en op hoeveel mensen hopen jullie in feite precies te komen? Aan het eind van het jaar willen we sowieso 7500 donoren hebben in ons donorbestand. We zitten nu rond de 7000, dus we willen met 500 groeien van het jaar. Ja. En we hopen het. En de mensen die dan willen deelnemen aan de tweede bloeddonatiemarathon, waaraan moeten ze voldoen? Wat moeten ze precies doen? Oké, zodra je bent tussen 18 en 55 jaar, mag je langskomen. Je mag komen, als je 50 kilo weegt, kom gewoon langs en heb een gesprek met ons. Weet je, het is altijd goed, je weet nooit of je wel of niet bloeddonor kan worden, maar als je die stap niet naar ons toe maakt, dan kunnen wij dat niet te dingen. En je redt echt een mensenleven. Dus 18 en 55 jaar, 50 kilo, kom. Ja, en is dat de reden waarom een bloeddonor zou moeten worden? De reden waarom je bloeddonor zou moeten worden, laten we het zo stellen. Het is een van de manieren om een mensenleven te redden. Mm. Je staat er niet bij stil. We kunnen verschillende bloedproducten eruit maken. En op zo'n manier eigenlijk, iets dat je al hebt, je hoeft geen geld te hebben. Iets dat je al in je hebt, kan je geven aan een ander. En geloof me, je redt een mensenleven. Ja. En als bloeddonor zelf, welke voordelen heb je daaraan? Het voordeel dat je daaraan hebt, is dat je eigenlijk wanneer je hier zo komt, je een stimulans krijgt voor een gezonde levensstijl. Mm-hmm. Want alleen maar gezonde mensen kunnen eigenlijk de zieke mensen ondersteunen. Toch? Dus je krijgt een stimulans van ons. Wat het ook is dat het eigenlijk voor jou ook goed is. Toch? Want wanneer je hier komt, is het elke keer weer een check-up. Toch? Dus dan weet je ook hoe gezond je bent. En dat zijn allemaal de kleine voordelen, maar het grootste voordeel is toch dat je de kans krijgt om een mensenleven te redden.
Ik begrijp dat het morgen toch wel een zeer belangrijke dag voor jullie is. 8 mei, Wereld Rode Kruisdag. Wat houdt die dag precies in en wat hebben jullie voor morgen allemaal? Oké, Wereld Rode Kruisdag, daar vieren we eigenlijk dat we er zijn als Rode Kruis organisatie. We zijn een heel grote een humanitaire organisatie. Er zijn veel dingen die erbij komen kijken. We zetten ons steeds in voor de meest kwetsbaren in deze samenleving. En dat mag je vieren en dat mag je ook aan mensen tonen. En morgen wat we willen doen is zo'n open dag hebben van 1 tot en met 5 uur. Mm-hmm. Waarbij we eigenlijk de gemeenschap uitnodigen om te kijken. Zeg van, hey, kom kijken. Weet je, het is meer dan alleen maar bloed geven. Het is meer dan alleen maar EHBO. Er zijn nog een heleboel programma's die er hier binnen zijn. Mm-hmm. En we hebben nog steeds vrijwilligers nodig. Want een van onze dingen binnen deze organisatie is dat we vrijwilligers nodig hebben. Wanneer er geen vrijwilligers meer zijn, dan eigenlijk houden wij ook op met bestaan. Okay. Snap je? Dus we nodigen de mensen echt uit om te komen, kom kijken en geef je op als vrijwilliger. Ja. Maar merken jullie op dat jongeren zich aangesproken voelen om het vrijwilligerswerk te doen? Wanneer je de jongeren eigenlijk die informatie geeft, dan merk je dat ze enthousiast zijn. Mm-hmm. Want eigenlijk weten mensen niet zoveel over onze organisatie nog. En wanneer je die informatie geeft, merk je dat ze enthousiast zijn. Ja. En als vrijwilliger, wat zouden ze dan moeten doen? Ze zouden zich gewoon moeten aanmelden. Mm-hmm. En dan gaan wij dat traject met ze verder gaan. Ja. Maar welke projecten voeren ze dan met jullie uit? Kijk, wij hebben bijvoorbeeld, elk programma heeft zijn vrijwilligers. Mm-hmm. Kijk, heb je een liefde voor EHBO? Toch? Dan ga je in het EHBO-programma. En dan word je daarbij opgeleid. Dan heb je je cursussen en dan kan je verder groeien. Heb je een affiniteit met de bloedbank? Nou, dan word je bloedbankvrijwilliger. En dan gaan we je daar in het traject en dan hou je precies zetten waar je talent het best kan benutten. Ja, en hoe zit het met het aantal jongeren die zich opgeven als bloeddonor? We mogen niet klagen. We hebben ook een speciaal jongerenprogramma, dat is het Club 25 programma, waarbij de jongeren dus zich ook kunnen opgeven en door jongeren zelf begeleid worden door dat traject om bloeddonor te worden en bloeddonor te blijven. Dus het gaat goed. Nee, allemaal duidelijk. Dank u wel. Heel veel succes. Ja, dank u wel. En we hopen dat we heel veel mensen zien. We hebben de gemeenschap nodig, dus kom gewoon. Yes. Dank je. Hi, dank je wel. Een 44-jarige man is in de nacht van dinsdag 6 op woensdag 7 mei gekapt aan de Florastraat. Het slachtoffer is aan zijn armen en benen gekapt door de zoon van zijn vriendin. Het slachtoffer heeft aangegeven dat hij een meningsverschil kreeg met zijn vriendin en dat haar zoon Sergio F. zich met de zaak is komen bemoeien. Toen de politie op de plaats van het misdrijf arriveerde, waren moeder en zoon niet aanwezig. Sergio F. wordt opgespoord. Het slachtoffer is ter verpleging opgenomen in een ziekenhuis. Vanmorgen heeft de installatie plaatsgehad van de Technische Adviescommissie van de USAID PADV Youth Development and Juvenile Justice Program in Suriname, beter bekend als CARIU. Wat houdt het CARIU-programma precies in en wat zijn de doelstellingen van de Technische Adviescommissie? Daarover praten we met mevrouw Lilian Wiebers. Zij is director Youth, Gender and Partnership bij PADV. Daryl Boutu, gewezen NJP-voorzitter, thans zitting hebbende in de Technische Adviescommissie en ook nog PADV, Youth Development Specialist, en mevrouw Malini Zamtami, Social Media Specialist. Goedendag. Ja, goeiedag. Ja, mevrouw Wiebers, mondvol toch gezegd, maar laten we beginnen bij het eerste. Wat zijn zo'n beetje de doelstellingen van deze Technische Adviescommissie die vandaag toch wel groots geïnstalleerd is geworden? Ja, first of all, laat me alvast beginnen aan te geven dat de exacte naam van deze organisatie die in Suriname het CARIU-programma uitvoert is Pan American Development Foundation, wat wordt afgekort PADF. En PADF doet in Suriname een programma waar eindelijk
veel meer aandacht wordt besteed aan een hele grote groep van jongeren. Dat zijn dus de youth at risk. Voor PADF betekent dat jongeren die dreigen uit het schoolsysteem te vallen. En een drop-out, dat zijn de jongeren die reeds vroeg school hebben verlaten om allerlei redenen. En dan heb je ook nog een groep, youth in conflict with the law. Wat betekent jongeren die in conflict zijn gekomen met de politie. Het CARIU-programma is een programma die vooral focust op een tewerkstelling van jongeren. En daartoe heeft dit programma dan vandaag een Technical Advisory Committee opgezet. We noemen het kortheid zelf een tak. De tak gaat dus ondersteunen, gaat helpen bij het identificeren van de sectoren waar dus werkplekken zijn. Maar wat heel belangrijk is, is dat het CARIU-programma, welke middels fondsenverstrekking aan NGO's, trainingen verstrekt, vaktrainingen wel te verstaan, gecombineerd met social life skills, met een pre-employment training, een heel pakket dus, die gaat ervoor zorgen dat de curriculum van dus de vaktrainingen, dat die goed aansluiten op de behoeften van het bedrijfsleven. Dus de TAC-members, de members van de Technical Advisory Committee, die zelf allemaal of grotendeel leden zijn van private sector associatie, maar je hebt ook individuele ondernemers ertussen, die omdat zij hun veld kennen, de sectoren waarbinnen zij opereren kennen, de sectoren kennen via hun netwerken, want iedereen bij dus de Technical Advisory Committee brengt het zijn of haar netwerk binnen, die kunnen dan nagaan van oké, hoe is het gesteld met de behoeften van dus bedrijven in sectoren, wat willen bedrijven dat jongeren moeten meenemen aan persoonlijke kwaliteiten, maar wat wil een bedrijven ook wel dat jongeren moeten hebben aan vaardigheden, vakvaardigheden. Dat zijn allemaal zaken die dus waarnaar gekeken zullen worden. Om verzekerd van te zijn dat wanneer jongeren getraind worden in een vak, dat goed aansluit op de behoeften van bedrijfsleven. En nog iets anders is dus dat wanneer ze getraind worden en je zou zeggen van oké, deze training is een training dat zou kunnen doorgaan als een level 1 training in dit specifieke technisch veld, dat dezezelfde level 1 ook een level 1 is dat zeg in het Caribisch gebied of waar dan ook een dezelfde kwalificatie is. Dus daar gaat het in grote lijnen om. Weet je dat de tak mede ondersteunt het CARIU-programma. Trouwens, hoe kan het ook anders? Straks gaat Daryl vertellen wat een CARIU, laat me zeggen, voor staat. Wat die naam is. Want deze naam is niet zomaar een naam. Het is een bijzondere naam. Dus straks is ook nog een vraag stellen aan Daryl. Dat hij vertelt waarvoor CARIU staat. Daryl, misschien kan je gelijk hierop inhaken. Ja, inderdaad. Ik denk dat mijn collega Lilian, de directeur hier van het programma. Mm-hmm. Nou, niet het geheel programma, directeur van Youth en Partnership. Dat zij toch wel een beetje al is ingegaan op wat het programma inhoudt. Maar om te komen op de vraag met betrekking tot de naam. Het programma heeft niet ervoor gekozen, of tenminste het PADF, heeft niet ervoor gekozen om alleen te gaan kijken naar oplossingen voor de problemen waarmee onze jongeren te kampen hebben. De naam CARIU zegt het al, het is een roep naar iedereen. Publieke, private sector, NGO's, jongeren, media ook, om ervoor te zorgen dat we met elkaar samen gaan werken om de problemen waarmee onze jongeren te kampen hebben, die te tackelen. De specifieke doelgroep, die groepen die zijn al aangegeven. Tussen de leeftijd van 15 en 24 jaar wordt gekeken onder de specifieke doelgroepen waar de dingen liggen. En gezamenlijk
wilt het programma dat wij gaan kijken naar wat de mogelijke oplossingen zijn. En onze doel natuurlijk is ervoor te zorgen dat de jongeren die getraind zijn en, mm-hmm. en aan een baan zijn gekomen, dat ze ook erin blijven. Vandaar dat het programma een natraject heeft. Nadat de jongeren geplaatst zijn, worden ze nog steeds begeleid, zodat ze kunnen blijven in hun baan. Want dan pas hebben we echt een oplossing gebracht in hetgeen ze, in hetgeen ze mee zaten. Vandaar dat we zeggen, Okariu roept naar ieder om de handen in elkaar te slaan om voor onze jongeren en onze toekomst iets te betekenen. Ja, geweldig. Give me a high five. Yes. Een roep, heel goed. Maar hoe groot is de roep? Op hoeveel jongeren mikken jullie? Nou, mikken, met betrekking tot hoeveel jongeren aan een baan geholpen moeten worden, mikken we op 2000 jongeren voor binnen een tijdspad van 3 jaar. Ja. En moeten de jongeren een bepaalde opleiding hebben of zijn het vroege schoolverlaters? Onze focus is low entry jobs en daarop focussen we ons. Wij zorgen ervoor dat de NGO's aan wie we fondsen verstrekken, dat zij bereid zijn om de jongeren vaktrainen te leren. Mm-hmm. We zijn inmiddels ook bezig met een BLS, Basic Life Skills Manual, om de vaardigheden ook de jongeren bij te brengen, zodat wanneer ze al in hun werk zijn, dat ze zich goed kunnen gedragen. Dat ze voldoen aan de competenties vereist door de bedrijven waarin ze zitten. En dat zijn allemaal zaken die we gezamenlijk met onze NGO's, waarmee PADF op dit moment samenwerkt, en ook de bedrijven die zich hebben gecommitteerd aan onze call, daarmee zijn we nu bezig om ervoor te zorgen dat de jongeren blijven in hun job. Heel mooi gezegd, een roep, maar hoe proberen jullie toch deze jongeren allemaal te bereiken, mevrouw Samini? Nou, aan het begin, we zijn bezig met de Facebookpagina en de Twitterpagina's. Aan het begin merkten we dat bij deze jongeren dat er een vrees was voor een imago van low entry of mensen die niet meer op school zijn. Ja. Terwijl deze jongen heel wat potential hebben. Als je met ze praat, hebben ze dromen, ze willen hobby's, ze willen heel wat doen. Dus met de Facebookpagina proberen we jongeren te interviewen, vertellen quotes van hun, plaatsen op de pagina en zo andere jongeren te motiveren om ook met het programma mee te doen. Het bedrijfsleven laten zien hoeveel potential de jongeren hebben. Ja. Mevrouw Wiebers, wat moet uiteindelijke output gaan worden van dit programma? Nou, om eerlijk te zijn, het programma is er één waarbij we zoveel mogelijk streven om 2000 jongeren in banen te krijgen. En dat is absoluut niet makkelijk. Dus ik vind Kariu zeer zeker een gepaste naam. Omdat het betekent, net wat Daryl al zei, weet je dat we gewoon iedereen erbij moeten betrekken. Om ervoor te zorgen dat jongeren uit hun bed opstaan, weet je, en zich aanmelden bij de programma's. Want het is niet makkelijk om programma's te hebben. En je kunt de jongeren niet vinden, wat raar is. Er wordt gesproken over een hoge jeugdwerkloosheidscijfer. Mm-hmm. Maar jongeren die melden zich niet zo makkelijk aan. Dus NGO's aan wie de fondsen worden verstrekt door PADF hebben een niet een makkelijke taak. Zij moeten dus in hun projectvoorstel dat ze aan ons presenteren een heel uitgebreid recruteringsplan presenteren om aan te geven hoe ze de jongeren bereiken. En Maline heeft dus daar een onderdeel van onze wijze hoe wij dat inderdaad willen doen. Zoveel mogelijk promo van het programma. Maar deze 2000 banen, dat is juist waarom wij vandaag de tak hebben geïnstalleerd. Ja. Want private sector ondersteuning, zij hebben die banen, is heel belangrijk. En aan hoeveel NGO's zijn er reeds fondsen verstrekt? Laat me zeggen, de eerste ronde hebben wij gehad. Dat is begonnen in november. En het is nog gaande. Daar hebben we dus 6 projecten gefinancierd. We zijn nu in de vooravond van het sluiten van de overeenkomsten. Grant agreement, zoals we ze noemen. Mm-hmm. Dat is dus de tweede ronde, waarbij we dus ook een aantal projecten wederom zullen financieren. Hoeveel dat worden,
Dat weten we nog niet precies. We zijn echt nog bezig met het screenen van de projectvoorstellen. Die zijn ingediend door NGO's. Hoeveel jongeren hebben zich nu aangemeld bij dit programma? Ja, tot nu toe is er 239 aangemeld binnen de eerste ronde van grants. Ja. Ja. En het gaat over heel Suriname, niet Paramaribo, de jongeren van Paramaribo? Dat is een hele goede vraag. Paramaribo is geen Suriname, dus inderdaad, als je zegt je voert een programma landelijk uit, betekent dat dat je inderdaad buiten de grenzen van Paramaribo moet gaan. Wij zijn vooralsnog niet daar, maar de call die we doen uitgaan geldt voor elke NGO waar ze zich ook mogen bevinden. We hebben wel gemerkt dat dat nog niet landelijk het geval is. Dus wij gaan in onze strategie daar een aanpassing moeten doen om ervoor te zorgen dat ook organisaties van de andere districten zich aanmelden. Onderzoekfase zijn we zelf geweest naar diverse districten zoals Nikeri. We zijn geweest naar Marowijne, de plaatsen Albina en Mungo en verder ook het district Brokopondo. Om na te gaan hoe het gesteld is met de situatie van de jongeren. En ook daar hebben wij in kaart gebracht hoe het zit met programma's die gefocust zijn op deze groep van jongeren. Dus we willen zoveel mogelijk de NGO's vanuit die diverse sectoren, de NGO's vanuit de diverse communities willen we mobiliseren. Mm-hmm. Het is goed als Daryl iets daarover zegt, omdat de jongeren van het jeugdparlement en van het jeugdparlement, maar ook van verschillende andere programma's, die willen we inzetten. Want die jongeren die dus ambities hebben om andere jongeren te willen mobiliseren, dat kan een geweldige bijdrage leveren. Je weet, jongeren die luisteren eerder naar jongeren dan dat jij iets kon vertellen van Lukuno. Zijn je collega mee uitbakken. Maar als ze dus rolmodellen zien en jongeren praten met jongeren, dan denk ik dat dat een beetje de zaak zult versnellen. Wanneer staat dat proces? Ja. Uh-huh. Ja. We zijn ook bezig te kijken naar manieren hoe wij andere jongeren die binnen jongerenorganisaties zitten. We praten over jeugdparlement, UNMDG, UNDP, GCI, jongeren vanuit dat soort van organisaties die in staat zijn een bijdrage te leveren aan in de vorm van facilitators zijn, trainen, de boodschap over te brengen aan andere jongeren, dusdanig jongeren te trainen om te kunnen participeren, verder te participeren in het programma. Zijn we bezig met een strategie uit te werken, hoe wij nou youth approach vanuit het programma kunnen ontwikkelen. Ja. Mevrouw Wiebers, wanneer gaat u kunnen zeggen van KRIU is een groot succes? Wanneer de pers ondersteuning biedt, ja. Het is inderdaad wel grappig, maar het is serieus. Ook de pers hebben we nodig om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan het programma. En inderdaad de lens te focussen op de successtories die zullen komen vanuit elke ronde. Ik kan zeggen dat onze eerste ronde, we zijn nog niet klaar met de projecten die daar worden uitgevoerd. Nu zijn dus de jongeren in stage. Maar het is wel goed om een bepaalde ontwikkeling te zien, waarbij je merkt dus dat jongeren elkaar helpen. Dat zijn onder andere successtories. En terug naar je vraag. I believe that together we can make it happen. Heel mooi. Mag ik jullie heel hartelijk dank zeggen en heel veel succes toewensen. Dank je wel. Tot next time. Aankomende zondag is het Moederdag en in dat kader organiseert Rani Entertainment in samenwerking met Hotel De Luifel een grootse Moederdagconcert met Bollywood muziek, dans en Hindoestaans cabaret. Hiervoor zijn er speciale artiesten uit Nederland gekomen en dan hebben we het over Madhu Lal Bahadur Singh, Barry Damri, Shekhar Kumar en Narsingh Balwant Singh. Wij hebben vandaag een vraaggesprek gehad met deze artiesten uit Nederland. Mr. Shekhar Kumar, welkom te Suriname. Ja, dank u wel. Ja. Hoe is de reis geweest? Ja, was het wel heel goed. Mm-hmm. En ik was ook op tijd vertrekken. Mm-hmm. En kwam ik ook op tijd hier. Ja, acha. Bodhi acha laga. Jullie treden op voor Moederdag. Daarvoor is er speciaal een Moederdagconcert. Wat mogen de concertbezoekers allemaal verwachten?
मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम नहीं आया हूँ, इससे पहले भी आया था, दिनेश मुझे बुलाया था। हम लोग के हर वक्त जो है दिनेश अलग अलग चॉइस पहले का केयर साहब आंध्र रपतवा इस देश से केयर है वह मुदर इस माँ के लिए है, जो माँ हम सब की एक तरह भगवान से भी आगे है। तो दोस्त वो हिसाब से हम लोग मेसल माँ को ये वीकेंड हम लोग फरवेना करेंगे कि वो भी खुश हो जाए कि वो बच्चों को कितना अच्छा रखती है। तो उसी से हम लोग ने अच्छे अच्छे गाने रखे हैं ताकि माँ भी खुश हो जाए और अपने बच्चों को ज़्यादा प्यार दे। Heeft u eigen moeder nog? Nee, mijn moeder is helaas, mijn moeder is allang overleden, mijn vader ook. Ja. Maar welke leuke herinneringen heeft u nog van haar over? Ze heeft heel veel voor mij gedaan. Okay. Dus khane se leke, kabhi sick, to jaldi jaldi dokter, apne nahi khati, lekin mujhe khilati thi zyadatar. Ja, en dat is moeder eigenlijk. En ik hou van haar en ik blijf gewoon houden. Ja, ja. Dus hier ook, ik heb hoor hier heel veel oude mij, bezorg hebben mij. Wo bhi mein ek tarah se mere maa baap hi hain. Aur main unko bhi unka bhi respect karta hoon main. Aur sabhi apne maa bacche jo hai maa ko leke aaye is concert mein. Okay. Unko bhi farwain kare ke aage dekhe wo bhi soche ke mere bacche bhi mujhe kitna dekhte hain. Ja, ja. Heeft u altijd ook ondersteund voor wat uw talenten aangaat? Ja, ja. Ik heb altijd mijn moeder en mijn thuis familie. Iedereen ik steun altijd. Ik hou van. Okay. Ik hou niet van voor mijzelf. In mijn zak zetten, nee. Ik hou van mijn moeder heel veel. Ze moet ook goed blijven. En dat heb ik gedaan. Daarom ben ik zoveel, ik reis ook. Ja. Door haar blessing. Dus ik doe ze, maar ik heb het naar door te komen. Wat zou je van hieruit toch wel aan alle moeders willen zeggen dan? Moeder, bas, mijn beloon, ik bas, moet je aanschirwaad doen. En apne bachcho ko bhi aanschirwaad doen, taakke wo achche raha pe chale. En aap माँ बाप की रक्षा करें ताकि वो बुढ़ापे में उनका साथ दे। Kunt u tot slot een kleine voorproefje geven? Ja, een little song, yes. जैसे है मैं तो कॉन्सर्ट में मैं नहीं गाऊंगा लेकिन मैं एक छोटा सा है माँ तो है माँ माँ तो है माँ माँ जैसी दुनिया में है कोई कहाँ ओ माँ, ओ माँ। Thank you very much and veel succes. Ja, shukriya, graag gedaan hoor. We zitten nu met de welbekende Barry Damery. Barry, hoe is jouw reis geweest naar Suriname? Ja, mijn reis is heel goed gegaan. In principe, ja, ik heb eigenlijk niks te klagen. Het is gewoon goed verlopen. Wel een lange vlucht, maar ja, dat hoort erbij, hè. Ja. En jij treedt ook op tijdens het Moederdagconcert. Wat mogen alle moeders en alle bezoekers verwachten van jou? Omdat ik vooral grote fan ben van Mam Tervi en ook van Sonu, doen we vooral liedjes van Sonu Lingam dit keer en ook een aantal van Mam Tervi. Dus ik denk dat je een beetje in die trant moet denken. Oké. Okay. Heb jij je eigen moeder nog? Nee. Helaas, ik heb mijn eigen moeder niet meer, nee. Ja. Maar welke belangrijke eigenschappen heeft zo jou overgebracht bij de opvoeding? Het is al tijd geleden dat ik haar ben verloren, laat ik het zo zeggen. Dus ja. Ik heb niet heel veel van meegekregen. Ik denk... Maar wat betekent toch een moeder voor elk persoon, denkt u? Ik denk toch wel een bron van inspiratie eigenlijk. Okay. Van hoe het eigenlijk zou moeten in het leven. En dat geeft je toch misschien ergens een beetje kracht om verder te gaan als je bepaalde dingen niet ziet zitten, bijvoorbeeld, of iets. En waaruit put jij je inspiratie dan? Mijn moeder zit daarboven, dus daar put ik mijn inspiratie uit. Ja. En het optreden in Suriname, kijk je altijd er naar uit? Is dat een beetje anders dan andere plaatsen waar je optreedt? Het is altijd anders als je voor ander publiek speelt dan dat je normaal gewend bent. Ja. Dus dat is altijd leuk. Het is ook altijd, het is eigenlijk denk ik voor beide kanten een beetje een verrassing. En een klein beetje spanning, maar wel een hele goede en positieve spanning, laat ik het zo zeggen. Ja, maar hoe is het Surinaamse publiek over het algemeen?
Surinaams publiek is, ja, hoe ik het altijd heb ervaren, is gewoon altijd, ja, ik heb altijd heel veel liefde gekregen van het publiek. Okay. En ja, ik merk ook altijd, iedere keer dat ik ben geweest, dat mensen er toch van hebben genoten. En ja, dat doet me gewoon heel goed. Ja. En wat zal het verrassingselement zijn bij het Moederdagconcert? Van jouw kant uit, hoor. Van mijn kant, verrassingselement. Ja. Ik heb wel een verrassingselement, maar ja, het is een verrassing, dus ik kan het natuurlijk niet verklappen. Ja. Maar dat is er wel. Er is wel een kleine verrassing, ja. Oké. Okay. Kan je ons een kleine voorproefje geven van die avond? Ik ga speciaal voor alle moeders wel even een klein stukje zingen. Hase ke uthaye gham, baithe na haar ke ho. Paale zamane ko wo, apne ko maar ke ho. Bhook mitaye saida, pyaas bujhaye saida. प्यार लुटाए सदा देती है खुशियां तमाम माँ है मोहब्बत का नाम माँ को हजारों सलाम ja. En welke boodschap heeft daarin gezeten voor de moeders? Dat alle moeders vooral moeten komen. En neem al je kinderen mee en we gaan er gewoon een hele geweldige show van maken. Omgekeerd, moeder, kinderen neem je moeder mee. Mag ook. Dankjewel, heel veel succes. Okay. Graag gedaan. Ja. We zitten nu met Madhu Lal Bahadur Singh. Madhu, welkom in Suriname. Dankjewel. Ja. Hoe voelt het om weer in Suriname te zijn? Heel erg fijn. Altijd heel erg fijn. Ik heb het geluk gehad dat ik nu al een paar keer heb mogen komen. En elke keer is het heel erg fijn voor mij. Ja. Zijn de voorbereidingen voor elk concert weer een beetje anders? Anders in de zin van soms is het iets drukker, soms is het iets minder druk, maar in grote lijnen is het wel hetzelfde. Ja, en voor het Moederdagconcert, hoe zijn de voorbereidingen daarvoor geweest? We zijn druk aan het oefenen. Mm-hmm. Gisteren hebben we repetitie gehad, eergisteren hebben we repetitie gehad. Gisteren waren zelfs de dansers erbij gekomen om af te stemmen alvast. Dat gaat allemaal goed. Vandaag weer dadelijk. En wat mogen alle moeders en of alle bezoekers van jou verwachten? Nou, sowieso qua repertoire is het erg breed. Het is niet alleen de Golden Oldies, wat men eigenlijk meer van mij verwacht of gewend is. Maar het zijn ook, er zijn ook een aantal nieuwe nummers. Dus ook wel leuk voor de jongeren, denk ik. En natuurlijk, ter gelegenheid van Moederdag gaan we ook wat nummers speciaal voor de moeders brengen. En heb je eigen moeder nog? Ja, gelukkig wel. Ja. Gelukkig wel, ja. En wat betekent zij voor jou? Niet alleen mijn moeder, ook mijn vader. Ze zijn alles voor mij. Dat, natuurlijk. Je ouders zijn degene die onvoorwaardelijk van je houden in je leven. Eigenlijk de enige mensen, denk ik. Ja. En mijn ouders hebben zoveel voor mij betekend. Mijn moeder nog steeds, tot op de dag van vandaag. Ik ben erg gehecht aan haar. En ik vind het ook jammer dat ze hier nu niet is. Mm-hmm. Ze moest werken, dus ze kon niet komen. Maar gelukkig ben ik of op Moederdag of een dagje na Moederdag terug. Okay. Ja. En welke belangrijke eigenschappen heeft ze jou bijgebracht bij de opvoeding? Nou, ik denk... misschien is het een beetje raar om te zeggen. normen en waarden eigenlijk. Okay. Heeft ze me waarom is dat raar? Ja, ik weet het niet. In Suriname hecht men heel veel waarde aan normen en waarden. Ja, mijn moeder dus ook. Ze hecht heel veel waarde aan fatsoen en aan culturele dingen. Vandaar dat ik ook op hele jonge leeftijd eigenlijk ben begonnen met Hindi leren lezen en schrijven. Mm-hmm. En naar de mandiers gaan en dat soort dingen om cultuur niet te vergeten. Dat vindt ze heel belangrijk. Ja. En wat jouw carrière betreft, heb jij de nodige ondersteuning van haar kant uit? 200% ondersteuning. Echt waar. Als ik haar ondersteuning niet had gehad, van haar en ook van mijn vader, dan had ik vandaag de dag, denk ik, nog niet op een podium gestaan. Okay. Heel eerlijk, ja. En mocht het zijn dat je kinderen hebt, wat zal je hun bijbrengen, wat jij van haar hebt geleerd? Als ik ooit kinderen heb... Mm-hmm. Grappige gedachte. ik zou eigenlijk hetzelfde door willen geven als wat ik heb meegekregen. In de zin van dezelfde normen en waarden zou ik door willen geven. En ook, ik hecht heel erg veel waarde aan cultuur, behoud van eigen cultuur. En dat wil ik ook echt doorgeven. Mm-hmm. Dat vind ik heel belangrijk.
En verder zou ik ze ondersteunen met alles. Het zijn muziek. Als ze niet geïnteresseerd zouden zijn in muziek, dan zou ik ze insteunen in datgene wat ze wel interessant vinden. En wat is dan van hieruit toch de boodschap naar alle moeders toe? Nou, ik denk de boodschap is dat het echt heel erg belangrijk is om je kind te ondersteunen in alle opzichten eigenlijk. Vaak heb ik ook wel gemerkt in mijn omgeving dat het wordt het minder serieus genomen of eigenlijk niet ondersteund als kinderen een muzikale pad in willen slaan. Okay. Dat heb ik wel gezien om me heen en dat is echt heel... Geen leven in vinden ze, geen brood in. Precies. Ja. Dus vooral studeren. Natuurlijk is dat heel belangrijk. Ja. Ik zeg niet dat het niet belangrijk is, maar ik bedoel van ook dat is heel erg belangrijk om te ondersteunen, de creatieve kant. Ja. En mogen een voorproefje van je, wat wij bij het Moederdagconcert mogen verwachten? Ja, dat mag. Ja. Ik zal een klein stukje zingen van een van de nieuwere nummers die we ten gehore gaan brengen. Okay. Na kuch poochha, na kuch manga, tune dil se diya jo diya. Na kuch bola, na kuch tola, muskura ke diya jo diya. धूप तू ही छाया तू ही अपना पराया और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं रब ने बना दी जोड़ी है Morgen is dit ook op YouTube. Wat zou je dan van hieruit toch wel speciaal aan je moeders willen zeggen? Aan mijn moeders? Ja, aan je moeder. Aan mijn moeder. Ja. Als ze kijkt, en ik weet zeker dat ze gaat kijken, want ze houdt me heel erg in de gaten. Dat ik er mis en dat ik van haar hou. Okay. Dankjewel, ja. Heel veel succes. U ook bedankt voor de tijd en moed. Aankomende zondag is het Moederdag. En we zijn reeds maandag de straat opgegaan om aan Surinamers te vragen wat moeder de vrouw voor hun betekent. Vandaag zijn we wederom de straat opgegaan en we zijn hier bij Kersten aan de Domineestraat, waar we, zoals we dat elk jaar hebben, traditiegetrouw, de standjes hebben die toch heel wat spullen verkopen voor moeder. We staan er met? Olivia. Olivia, jullie zijn er dit jaar wederom? Jawel. Ja, en wat heeft u dit jaar voor moeder de vrouw? Wel leuke cadeautjes. Er zijn verschillende variaties. Als men even langs loopt, zien ze wel. Ja. U bent zelf moeder? Nog niet. U bent nog geen moeder, maar u hebt uw moeder nog? Jawel. Ja, en wat betekent zij voor u? Ze betekent heel veel voor me. Ze betekent alles voor me. Ze is mijn dierbare. Ja. En tijdens het opgroeien, uw opvoeding, welke belangrijke zaken heeft ze u toch wel bijgebracht? Alles wat een moeder moet doen voor haar kind. Mm-hmm. Ze heeft me altijd bijgestaan. Ja, en dezelfde dingen wat u van haar hebt geleerd, gaat u ook aan uw eigen kinderen ooit overbrengen? Graag, ja. Jawel. En wat zou u toch van hieruit aan alle moeders willen zeggen, Olivia? In verband met wat? In verband met Moederdag. In verband met Moederdag? Ja. Wel, een Happy Mother's Day en geniet van die dag. Jawel. Okay, dankjewel, heel veel succes. Graag, geen dank. Ja, goedendag mevrouw, wat is uw naam? Dolly. Mevrouw Dolly, u doet dit ook dit jaar voor Moederdag? Ja, elke jaar. Ja, Moederdag. How special is Mother's Day for you? Special. Wel. We zijn wel special voor moeder. Ja, je was een moeder, je was zo special. Ja.
moeders brengen in de wereld. Mm-hmm. I speak English wel een beetje, ja toch? Ja, was een moeder in de wereld, moeder brengen in de wereld toch? Mm-hmm. To see the world. And it's special for me. Mm-hmm. Maar bent u zelf moeder? Jawel. Ja. En van hoeveel kinderen? 3. Ja. En bent u een lieve of een strenge moeder voor ze? Beide. Beide? Ja. Wanneer bent u lief en wanneer bent u streng? Oké, wanneer ben ik lief en altijd lachen of zo. Maar streng is wel boos. Oké. Ja. Maar jouw eigen moeder, heeft ze jou toch veel belangrijke dingen opgebracht? When you were growing up? Ja, learn how to cook, do alles. Go to school, learn to stitch clothes and so. That's the things my mother learned me. All right. And what are you selling here for Mother's Day? Everything here is for mother, gifts, mokyas, baduk set and so. All this is for mother. And people are buying it? Yeah, well, yes. So Mother's Day, you will say, is a very special day? Yeah, Mother's Day is special. Sudanese love their mothers? Yeah, not too love. All right. What would be the message to all the mothers? What do I say for the mother? Happy Mother's Day. Yeah, that's well. Happy Mother's Day and have a nice day. Thank you very much and all the best. Okay, thank you. Yes. Bent u moeder? Ja, wel. Van hoeveel kinderen? 2. Bent u een lief of een strenge moeder? Lief. Lief? Ja. En hoe was uw eigen moeder voor u? Ook lief. Ja. Is ze er nog? Jawel. Ja. En welke belangrijke dingen heeft ze u bijgebracht bij de opvoeding? Wat doen dit in verband met Moederdag? Oh, ze heeft ons goed opgevoed, weet je. Maar was zij zelf een strenge of een lieve moeder? Ze was streng, maar ze was ook lief. En wanneer was ze streng? Wanneer we laat thuis kwamen. En lief was ze wanneer? Ze was elke dag lief voor En als u iets aan haar van hieruit zou willen zeggen of kunnen zeggen, wat zou dat zijn? Ma, mag ik een... Ja, helemaal. Mag ik naar een feestje en zo? Dat zei ze, ja. Maar je moet niet laat thuis komen. Oké. En in verband met Moederdag, wat wilt u aan haar zeggen? Nou... Een vrolijk Moederdag en... Ik hoop dat de Heere God er nog bij ons kan houden. Want het is al 90. Ja. Oké, gezegende leeftijd. U zegt, u bent ook zelf moeder. Wordt u altijd verrast met Moederdag? Jawel. Dus u zit uit te kijken naar die dag? Ja. Die cadeautjes zijn er ook? Jawel. Oké, dank u wel. Fijne dag. Ja, voor u ook. Ja. Goedemiddag. Wat is uw naam? Sumaira. Sumaira. Ja. Heb je moeder nog? Jawel. Ja. Wat betekent zij voor u? Nou, heel veel. Ja, ze betekent heel veel voor me. Is ze een lieve of een strenge moeder? Beide één. Wanneer is ze lief, wanneer is ze streng? Ze is altijd lief. En ze is streng wanneer ze... Want ik ben soms een beetje, hoe moet ik het zeggen? Hardhorend? Niet hardhorend. Eigenwijs. Oké. En dan is ze streng wanneer ze maar moet zeggen van nee, zomaar dat niet. Je moet dat niet doen of zo. Ja, maar als u achteraf bekijkt, dan zegt u van ze heeft toch wel gelijk gehad? Ja, altijd. In de meeste gevallen hebben moeders altijd gelijk. Ja. En welke belangrijke zaken heeft ze u bijgebracht bij de opvoeding? Belangrijk. Alles. Alles dat ze me heeft. Alles. Gewoon alles, ja. En die zaken wilt u dan ook ooit zelf overbrengen aan uw eigen kinderen? Ja, zo gauw ik ze heb, ja. Wat zou u van hieruit aan haar willen zeggen? Trouwens, hoe heet ze? Carmen Fris. Ja, mevrouw Carmen Fris. Wat zou u aan haar willen zeggen van hieruit? Dat ik heel veel van haar hou. En dat ze maar alles is. En wat is de boodschap aan alle moeders? De boodschap aan alle moeders. Dat ze hun kinderen lief hebben. Okay. En dat die kinderen omgekeerd hun moeders ook lief hebben. En als ze ruzie hebben, dat ze het altijd moeten uitpraten. Dankjewel en heel veel succes. Dankjewel. Wat is je naam? Gwen. Gwen, heb je mama nog? Jawel. Is ze een lieve of een strenge mama? Een lieve. Ja. Wat betekent ze voor jou? Mom, dat betekent heel erg veel voor me. Ja, ze staat me altijd bij naartoe. Ja, en daarom hou ik van haar. Ja. Welke belangrijke dingen heeft ze je bijgebracht? Heel veel. Zoals
om laten zien. Een goede opvoeding. Mm-hmm. Elke dag naar school te sturen. En alles wat ik doe, maar beter staan. Mm-hmm. Ja. En wat zou je van hieruit aan haar willen zeggen? Mama, ik hou heel veel van je. Ja, en wat wil je aan alle mama's zeggen? Een fijne moederdag zondag. En aan de kinderen, verwennen jullie je moeder. Dankjewel. Okay, graag gedaan. Priya? Ja. Ja. Priya, heb je moeder nog? Ja, ik heb wel een moeder. Ja. Wat betekent ze voor je? Heel veel. Ja. Ze is degene die me elke ochtend wakker maakt om naar het werk te gaan en al. Ja. Ik denk dat zij me nu belt om te vragen hoe ver ik ben. En vind je dat af en toe lastig? Ik bel je zo. Nee. Ja? Nee. Is ze lief of een strenge moeder? Lief, zowel streng. Wanneer is ze lief? Ze is altijd lief, maar weet je, soms luisteren wij niet naar haar. Uh-huh. Toch, dan worden ze boos. Maar ja. Ze heeft gelijk daar. Maar waarbij blijft het? Schreeuwen of slaan? Schreeuwen. Ze schreeuwt alleen na een kwartier, na een kwartier is het weer goed. Ja. En achteraf bekijken, dan zeg je van ze had wel groot gelijk? Ja, dat wel. Ja. Welke belangrijke zaken heeft ze je bijgebracht bij de opvoeding? Dat je oudere mensen moet gehoorzamen, dat je niet altijd moet doen wat jij wilt. Je moet even ver gaan denken van hé, wat voor consequentie kan dat hebben? Helemaal. Ja. En wat zou je van hieruit aan haar willen zeggen? Trouwens, hoe heet ze? Ze heet Sharda. Mm-hmm. En wat zou je mama Sharda willen zeggen? Dankjewel. En ik hou heel veel van je. Ja, en aan alle moeders? Fijne moederdag. Dankjewel. Heel veel succes. Dankjewel. Ja. De Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst, BBGO, heeft vandaag een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Edmund Leylens van Binnenlandse Zaken. De organisatie heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de bewindsman te vragen de wensen van haar te realiseren. Het gaat om de kwestie van de welvaartsvaste pensioenen. De leden van de BBGO hebben de minister de ontwikkelingen tot heden voorgehouden. Minister Leylens heeft de aanwezigen aangehoord en gaf aan dat de zaak met betrekking tot de pensioenen zijn baby is. Hij heeft er in 2002 ook een aantal publicaties in de kranten aan gewijd. De minister zegt ook goed op de hoogte te zijn van de problematiek. Hij gaf ook aan een voorvechter te zijn voor oplossing van dit vraagstuk. Nu hij in de positie zit van de uitvoerende macht, zal hij er alles aan doen om de problemen van de bond op te lossen. De bewindsman wenst geen tijd eraan te binden, maar vroeg het bestuur te geloven dat het in orde komt. Hij vroeg verder alle ruimte om de zaak op een juiste wijze af te wikkelen. Er spelen namelijk twee zaken, te weten het welvaartsvastmaken van de pensioenen en de 10% regeling waarop de gepensioneerden uit overheidsdienst geen aanspraak op maken. De minister beloofde zijn uiterste best te zullen doen om verbetering in de positie van deze groep te brengen. BBGO-topman Armand Deekman noemde de ontmoeting met de minister bemoedigend. Minister Leylens sprak na afloop van een constructief gesprek.